Medici en wetenschappers bezorgd over resistente bacteriën. Dames en heren, goedenavond. Wetenschappers, medici en onderzoekers van het RIVM hebben grote zorgen over de toename van de resistente bacteriën in kippenvlees. Dat vertelden ze in een deskundigenberaad op het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De angst bestaat namelijk dat deze bacteriën via het voedsel ook kunnen worden overgedragen op de mens. En verslaggever Martijn Bink is bij het RIVM in Bilthoven. Het is een angstaanjagend idee. Steeds meer mensen blijken ongevoelig voor penicilline. Dat komt door een bacterie die ESBL genoemd wordt. Wie ermee besmet is en een infectie krijgt, kan met een antibiotica-kuur nauwelijks meer behandeld worden. Nu nog komen de meeste besmettingen uit buitenlandse ziekenhuizen. Maar de vrees bestaat dus dat het ook kan komen door het eten van kip. Jos Jacobs werd met de ESBL-bacterie besmet toen hij op vakantie in India in het ziekenhuis belandde vanwege een klaplong. Terug in Nederland moest hij meteen in isolatie. Dat is heel vervelend. Ik heb bijvoorbeeld een dochter van 5 maanden. Die mag absoluut niet bij hem naar binnen. Je moet ook altijd je handen wassen en alcohol gebruiken om te ontsmetten als je erin gaat en eruit. Ja, je bent toch altijd bang dat je de besmetting mee naar huis neemt. Dus dat is heel lastig. ESBL wordt ook wel de superbacterie genoemd, omdat hij vrijwel ongevoelig is voor de meeste gebruikte antibiotica. Hierdoor zijn infecties, zoals de longaandoening van meneer Jacobs, zeer moeilijk te genezen. Het is iets waar ze in India al geprobeerd hebben een flinke dosis antibiotica tegenaan te gooien. Dat heeft niet geholpen. Ook hier in het ziekenhuis heeft men weer antibiotica toegediend. Eerst via het infuus een tijdje. Toen is men ermee gestopt. Maar nu vernieuwd is toch weer via verneveling antibioticum toegediend in de longen. Op het lab van het VU Medisch Centrum in Amsterdam zien ze de ESBL-bacterie steeds vaker voorbij komen. Een zorgwekkende ontwikkeling. Zorgwekkend is als je die paar antibiotica die wel nog werken tegen superbacteriën gaat inzetten, worden ze daar ook resistent tegen en dan hou je niets over. Gaan we dan uiteindelijk terug naar de tijd van voor de penicilline? Ja, absoluut. Het komt al voor bij tuberculose. Ik sprak vorige week een collega uit Zuid-Afrika en die heeft nu patiënten met infecties met tuberculose die niet meer te behandelen is. 0 middelen die te gebruiken zijn. Door strenge maatregelen zoals isolatiekamers kunnen ziekenhuizen in Nederland de ESBL-besmetting tot nu toe aardig in de hand houden. Maar wie er eenmaal mee besmet is, zoals Jos Jacobs, heeft dus een groot probleem. En verwachtingen, vooral vanwege de longziekte die hij heeft, zijn sowieso nog maar een aantal jaar. Dat is natuurlijk als we nu de infectie onder controle krijgen en hij langzaam ook van de beademing af kan. De meeste dingen wen je ondertussen aan, hè, dat al het ontsmetten en zo, daar wen je aan. Maar gewoon het feit dat ik zijn kleindochter niet op bed kan zetten, dat is heel naar. Na afloop van het deskundigenberaad hier op het RIVM hielden alle aanwezigen hun lippen stijf op elkaar. Wel weten we dat verschillende aanwezigen grote zorgen hebben geuit over de ontwikkelingen. Uiteindelijk is het de politiek die maatregelen moet nemen. Naar verwachting zal er binnen 10 dagen een rapportage worden uitgebracht aan de betrokken ministers. Ja, dat is Martijn Bink in Bilthoven.